vrienden van mevrouw Timmertip en mij, die wonen in Amersfoort. En dat is een flink eentje weg van Vlaardingen. Maar dat, hij had een trap waar geen leuning op zat, zo'n vooroorlogshuis. En die wou hij dus weer herstellen, die leuning. En, want er zijn kleine kinderen die die trap af moeten en dan kunnen ze er zo afvallen. En toen hadden we het er zo over. Ik zei, joh, dan kom ik wel langs met mijn spulletjes. En dan help ik wel, want hij had allerlei vragen erover. En, maar ja, nou, nu is het alweer een paar maanden geleden, dus we hadden weer eens contact. Hij zegt, nou, dan kunnen we. Nou, oké. Ik zeg, moet ik wat hout meenemen? Nou, in eerste instantie hoefde dat niet. Hij heeft een fotootje er nog van opgestuurd. En ja, nou ja. Maar dan weet ik natuurlijk niet wat voor spullen ik mee moet nemen. Ja, ik kan een boormachine meenemen en wat hulphout, wat lijmklemmen en dat soort dingen. Maar ik vraag me af, heeft hij dan wel het hout? Nou, dat bleek hij dus niet te hebben. Dus ik heb aangeboden om dat te maken van tevoren, dat ik dat meeneem. Mijn rand die houtstukken. Hij heeft me een lijstje met houtmaten opgegeven. Nou, de beluster die verhoogd moet worden, dat is deze. Zo'n 60 bij 120 mm. Nou, ik weet niet hoe die aan de maten komt. Maar hij heeft de lengte opgegeven. Die heb ik iets langer gehouden voor het geval dat ik... Ja, hij loopt schuin. Moet misschien schuin weggezaagd worden. Dus ik heb hem iets langer gehouden. Hij heeft een leuningmaat opgegeven. Het is allemaal van dik hout, zaag mijn planken, vind ik. Maar ja, misschien heeft hij dat van een andere trap of zo de maten overgenomen. Maar goed, en hij heeft spijlen. Kijk, dat is ook niet te dun. Daar zal niet iemand doorheen gaan. Dus het lijkt me allemaal nogal flink van maat. Maar goed, ik neem een cirkelzaag mee en een tafelzaagje. Dus mochten dan wel stukken afgezaagd worden, ik kan mijn schuurmachine natuurlijk ook meenemen voor het geval. Ik neem mijn freesmachine mee voor het geval dat er toch een leuk rond kantje eraan moet. Of hij wil een freeskantje eraan, want dat gebeurt nog wel eens in die oude huizen, dat er zo'n duivenjager of zo er tegenaan gaat. Dus... En ik heb een hele lange slangenboor van 18 mm. En dan neem ik vierkant hout van zo'n 17 mm om deze baluster te verankeren met een paar grote stiften. En dan doe ik snel drogende houtrot vullen tussen, dat die gelijk staat. Dus als ik dit met een paar pinnen... En zo'n boor, die is vrij lang. En daar kan je dus goed mee richten dan. Als jij er boven staat... Je moet zo boren en je legt er zo'n plank ernaast voor de richting. Dan kan je zo goed boren. En als ik aan één kant zo'n duivel erin geslagen heb en ik heb zo'n stuk wat erin beneden moet, kan ik die maat overnemen en dan neem je dat gat groter, dat hij er ruim in gaat. Die stoppen we vol met snel drogende houtrot vullen. Je propt het erin, dat die goed staat. Niet meer aankomen. Een kwartiertje later is het hard. Nou, dan kan hij geen kant meer uit. Goedemorgen. Hey Koos. Fijn dat je er bent. Ja, je bent al aan het slopen. Ik ben al aan het slopen. Er moet hier een leuning aan vast worden gemaakt. Wat natuurlijk lastig is, want ja, je moet wel stabiliteit hebben en zo. Maar ja, jij bent expert, dus... Ja, we gaan een baluster te maken, je had het over een meter, moet dat op deze afstand, hè? Ja, we moeten even kijken hoe dat... doorzagen en dan hier opzetten. Waarschijnlijk wel, hè? Ik kan hier ook gaan en dan moet je dit opvullen later. Ja, kan ook. Dat moeten we even... Ik heb een ruime meter, hoor. Oh, je hebt ruime meter. Dus... Ja, kijk, hij moet ongeveer daar die hoogte krijgen, dus uiteindelijk zal het geen meter zijn, denk ik. Kijk, dat meet je aan de voorkant van de twee, hè? Ja. En dan, ja, normaal is het 90. Maar dit is zo'n 95 erboven nog. 95 erboven. Dus dat zou ik kunnen. Ja. Ja.
Volgens mij zit je nu ook recht, ik kan het. Zitten. Ja. Die maken we los. En hier steunt u tegen de muur. Dus ik weet, als ik dat doe, hoort me pardon. Zo weet je ook dat daar een lijntje zit. En dat we het daar moeten houden. Nou, de baluster die staat als proef gesteld. En toen was het een uitzoekerij of die leuning goed uitkwam. Die moeten we goed uit kunnen meten vanuit de voorkant van de treden. En nu staat hij min of meer staat hij met klemmetjes vastgezet. En dan gaan we één stijltje maken, spijltjes van ertussen, als voorbeeld. En als we dat hebben, dan kunnen we hem losmaken en gaan lijmen en dat hij er goed gelijmd in komt. Dit waren de maten van de spijltjes, flinke afmetingen. Maar ze hadden dus bedacht om die spijltjes zo op de boom te willen hebben. En dit aan de bovenkant, zo, dat was de leuning. Moet je dat schuin zagen met een duvel erin. Ik had al de mal gaan klaarmaken voor om op de trapboom de gaten te boren voor de duvels. Maar later hebben we toch een ander plan gemaakt, want wat moet je dan doen? Dan moet je die leuning moet je loslaten en dan ga je al die spijltjes op maat maken. En dan met die deuvels en dan kan je hem er zo bovenop zetten en dan vastzetten. Nou, dat is toch wel een ingewikkeld karwei. Dus, en bovendien waren die spijltjes ietsje dikker dan de boom van de trap. Dus ja, gelijk is ongelijk, dus dat vond ik geen goed idee. Ik zie, als we dat nou omdraaien, kijk, als dit nou de leuning is, en dan met zo'n eroverheen laten vallen, gleufje erin maken. Ik heb hier een proef gemaakt, en op de boom beneden ook. Dus dan kan je later altijd die spijltjes erin maken, dus dan kunnen we gewoon doorgaan. En ik dacht eerst dat recht te houden, maar hij zegt, joh, ik vind het wel mooi als het meeloopt met de schuinte. Nou,
Daar ben ik wel met hem eens. Eens kijken of ik dat goed kan laten zien. Dus dat, nou deze is voor beneden. Die boom is iets smaller. En de leuning zit hier. Kijk, en dan is op de goede schuimte. Heb ik ingezaagd op de zaag, zo. En uitgehakt. Nou, en gepast dat die verticaal stond. Nou, dan heb ik er één als voorbeeld, want die leuning heb ik er al in gemaakt. En dan nou ga ik deze namaken, zo 7 keer. En de boom loopt niet helemaal precies op maat, op recht. En hier en daar zou je toch een beetje moeten hakken om het toch op de goede maat te krijgen. Maar ja, dan is het meeste werk gebeurd. En dat doe ik nou in de werkplaats. Ik ga eerst, dit is het spijltje, ga ik allemaal schuin maken. Schuin zagen op de lengte van deze. En dat doen we op de afkortzaag. Ook een voordeel dat je dus in de werkplaats staat. Dan staat mijn cirkelzaag 45 graden en de hoek is kleiner dan 45, dus ik moet zo. En nou, kijk, zo zit hij, steunt hij tegen dit achterkantje aan. Nou moet ik hier steun hebben dat hij niet naar achteren kan. Dus als ik hier iets tussen maak, kijk, dat schuif ik aan tot de schuinte die ik hebben moet. En dan is die daar. Dan ga ik eens even kijken, als ik hem nou hier vastzet. Maar dan kan ik natuurlijk niet met mijn lange regel erdoor. Dus die lijmklem moet andersom, maar dan heb ik hier met dat tafeltje zit ik in de weg. Dus ik pak even een beentje die langer is, dat ik hem ernaast kan pakken. Dat is mijn uiteindelijke opstelling. Dit punt, dat punt en daar. Nou veert dit een beetje, dus ik moet hem wel aandrukken. Kijk, ik heb nou gewoon 3 punten en ik hou hem hier vast. Nou, dat kan geen kant op. Ik heb het wel eens meer laten zien. Toen was er iemand die reageerde dat het te gevaarlijk zou zijn. Nou, ik zou niet weten waarom. Dit is, je hand komt niet in de buurt van de zaag. En hij kan niet weg. Nou heb ik een heel stuk over, dat kan ik niet laten doorschieten. Dus ik moet even haaks, bijvoorbeeld hier, moet het even afgezaagd worden. Dus dan kan ik teruggaan en dan moet ik vanaf de andere kant zo'n stukje eraf halen. Dan gaat het nog niet, er moet nog echt een stukje af. Dus dan moet ik hem nog een keer zagen. Dus ik moet 2 keer dit doen. Nou, wat is de leerles van dit geheel? En ik kwam eigenlijk in de problemen omdat dat stuk wat ik af moest zagen te lang was. Dus als ik een 45 graden of onder een hoek moet gaan zagen, moet je eigenlijk de stukken die je hebt, of dat die plek waar je moet zagen, dat die niet te lang is. Dus daar begin je mee. Dus stap 1 is, maak ze eerst van lengte, ongeveer. En, want ik moest links zagen, hier kwam ik allemaal, dat was gewoon een verkeerde
begin. Ik begon gelijk te kijken van hoe gaat de schuinte en nou ja. En ik heb hier dus steunpunten gemaakt en daar kwam ik ook een beetje in de problemen omdat ik die lijmklem nergens kwijt kon. Dus daar zou je over kunnen nadenken dat je langere stukken moet hebben. Want ik begon met kleine stukjes, dat lijkt logisch. Je doet het erachter en dan heb je steun. En die heb ik hier liggen. Maar ik moest op zoek naar langere stukken. Dus neem langere lengtes. Ga gelijk in de goede hoek zoeken. Want dan kan je daar klemmen. Maar een beetje een nadeel is dat hij hier gaat veren. Dus ja. Dat ik zou hier zo'n klemmogelijkheid willen hebben. En dat, daar kan je natuurlijk een, iets voor maken. Je zou een soort drie telescoopachtige planken die je met een met slotbouten aan elkaar, die je, of vier, dat je dus zo kan verschuiven, dat je, dat komt wel eens meer voor dit probleem. Dus dat zou kunnen maken. Zo'n soort mal die je gelijk, die hier achter de cirkels of de afkortzaag neerzet. En je grijpt ernaar en je zet zo. Net als van hele kleine latjes. Daar heb ik zo'n klos voor gemaakt. Dat je goede steun hebt. Omdat er niet hier zo'n gat zit. Nou, die heb ik daar staan. En zodra ik kleine latjes heb. Oh ja, dat ding heb ik nog. En zo kan ik dit ook doen. Want dit komt wel meer voor. Dat die 45 graden hoek, dat je daar tekort komt. Was er iemand die reageerde toen ik dat voor de eerste keer liet zien, dat je, ja, je moet dan een rechthoekige plank erop maken en dan kan je daaruit, vanuit die hoek, dat doen. Dat is minder gevaarlijk. Kan je met, nou, ik zie helemaal niet in waarom dat zo is. Het lijkt mij helemaal niet handig om dat zo te doen. Het is te ingewikkeld. En vooral als ik dan zo'n schuiftelescoop, harmonica, zou het helemaal verschuiven. Ik zie het wel voor me. Dus als je 2, 3 punten hebt, nou dan is dat goed. Alleen moet je dat kunnen vastzetten op een eenvoudige manier. En het liefste gewoon van bovenaf. Dat zou het nog het mooiste zijn. Nou, daar ga ik nog eens over nadenken. Kijk waar die zaag uitkomt beneden. Nou, ik heb het nog een keer gecontroleerd, maar dat klopt niet. Dit moet veel korter zijn, dus ik heb de zaag hoog gezet. En als ik nu ga zagen, dan moet ik hier stoppen. Dus dat is een heel stuk eerder. En als ik nog om, ga ik nog een proefstukje maken. Dan ga ik hem net zo lang de plaats bepalen dat hij hier uitkomt. Dus ik heb hier nou een klosje, een proefstuk. Ik heb die lijn aan de onderkant gezet, overgehaald. Dan kan ik hem zien waar die blijft. Ik heb de bovenkant heb ik uitgemeten waar ik hem hebben wil. Dus ik heb hem hier, kan ik zagen tot aan deze lijn. En dan heb ik deze, want dikke houtzaag mijn plank en huppakee, een lang stuk hier opgeklemd. Want een dun stukje triplex, dat gaat niet, omdat hij dan schuin is. Dus hij moet kunnen stoppen. Boom, zo. En ik heb nou proef gezaagd. En nou komt hij precies op die lijn uit. Dus nu kan ik de andere kant even voorzagen. Dat hij, dan komt hij precies in het midden. En dan kan ik iedere keer opschuiven. En dan kan ik dat allemaal uitzagen.